Vandaag spelen we Minecraft, maar blokken ruilen bizarre items. Maar het eerste wat wij nodig hebben voordat wij met blokken kunnen ruilen is een trader wand. En gelukkig is deze niet heel erg lastig te krijgen, want het enige wat ik letterlijk nodig heb zijn 2 stokken en 1 emerald. Dus het zou niet al te moeilijk moeten zijn, ook omdat we bij een village zijn gespand. Maar zoals ik al zei, lieve mensen, kunnen wij dus vandaag met allerlei soorten blokken traden. En met sommige blokken kunnen we zelfs super overpowered dingen traden. Oké, eens even kijken. We hebben tenminste sowieso een iron golem, dus iron hebben we sowieso. Zo, hallo villager, eten hebben we. Dus daar zit het wel goed. Alleen, ik hoop dat wij hier een emerald kunnen krijgen. Kunnen wij hier een kistje vinden? Ja. Oh, en we hebben een emerald en wat weed. Niet dat het heel veel uitmaakt, maar we nemen het wel mee. Maar uiteindelijk ging het mij toch echt om die emerald. Dus laten we even wat stokken maken. Zo, en dan zou ik eigenlijk gewoon dit moeten doen. En hier een emerald. En dan hebben we hier de trader wand. Dan ga ik ook natuurlijk eventjes onze tools maken. Dat is misschien wel zo handig. En nu schijnt het dus dat ik met allerlei soorten blokken kan gaan ruilen. Alleen... laten we eens even kijken wat bijvoorbeeld terracotta kan. Dat kan niet. Kan zand? Nee. Die blok kan ook niet. Kan de composter ook al niet? Oké. Het begint al lekker. Met welke blokken kunnen we dan gaan ruilen? Wacht, eens even kijken. Kunnen we met wheat ruilen? Eens even kijken. Zo. Oh, ja. We kunnen er wel mee ruilen. Een emerald voor wat rood. Waar slaat dat op? Trouwens, wacht eens even. Oh, we kunnen wel met zand ruilen. Een emerald voor een stukje koraal? Wat is dat nou? Dus ik moet voor alles emeralds hebben. Dat wordt een probleem. Maar wat nog een groter probleem is, is dat ik eventjes wat hout nodig heb. Wacht, wat kunnen we trouwens met hout ruilen? Oh mijn god, we kunnen letterlijk superveel spruce planks, birch planks, eigenlijk soorten planks voor allemaal emeralds ruilen. Hé, weet je wat? Dat ga ik ook meteen doen. En om dat allemaal even een beetje sneller te laten verlopen, ga ik eerst even mijn stone tools maken. Ga ik de iron golem killen en meteen even een iron pijl maken, zodat we zo snel als mogelijk hout kunnen verzamelen. Kijk, hoppa, dan hebben we tenminste wat iron. Maken we daar meteen even onze pijltje van. Kijk, dan hebben we op dit moment dus echt meer dan een stack planken. Dus ik ga gewoon... oh, dat is niet de bedoeling geweest. Wacht, kan ik er nog wel normaal mijn tweede? Jazeker. Kijk, dan doen we dat gewoon dit. Dan hebben we ongeveer 16 emeralds. Dat is oprecht nog best wel veel. Maar ik wilde toch even wat meer? Huh? Wat gebeurde er? Zo. Ik heb opeens 7. Hè? Wat gebeurt hier? Waar zijn al mijn emeralds gebleven? Hè? Ik snap hier helemaal geen reet meer van. Oké, het lijkt er dus op dat dit een beetje kapot is. Want ik krijg telkens mijn planken terug. Maar ik krijg maar 1 emerald erbij. Dus ik moet het even een paar keer doen. Maar het is ook wel handig. Want ik kan gewoon letterlijk al deze planken houden. Oké, we hebben nu iets van 30 emeralds. Dat moet wel genoeg zijn. Alleen, ik zag daar dus kool. En ik ben benieuwd. Wat kunnen wij nou precies van kool ruilen? Zo. En wat krijgen we hiervan? Deep slate bricks. Nou, daar heb ik dus echt helemaal niks aan. Maar ik ga dat kool wel meenemen. Huh? Wow, wacht eens eventjes. Als ik dit nou selecteer zo, en dan selecteer ik dit ook allemaal. Het leek net alsof het allemaal in... huh? Een end crystal? Oké, wacht, weet je wat? Die nemen we gewoon mee. Gewoon puur omdat het kan. Wacht, dit trade allemaal andere dingen, joh. Oh, we hebben hier blue eyes. We hebben see and die. We hebben cracked stone. Wat hebben we hier? We hebben een boek. Oké, dat is wel grappig. Oh, maar ik zie ook trouwens... wacht even. Het gaat wel in één keer kapot allemaal, maar het zijn ook gewoon normale blokken. Wacht, als ik het nou gewoon zo doen en dan gewoon weer neerzetten... ja, oké, dan hakken we kool. Ik dacht al. Oké, ik weet me god niet wat ik met een end crystal moet. Maar hey, weet je wat? We nemen het gewoon mee. Wat ook waarschijnlijk kan, en dat hoop ik eigenlijk van harte, is dat we kunnen gaan ruilen met water en met lava. Want de vorige keer kon ik namelijk water minen en lava minen. En dan kon ik een hele vet spul uithalen. Dus ik hoop van harte dat we hier misschien ook iets uit kunnen halen. Mochten we het kunnen gaan ruilen. Eens even kijken. Drukken. Het lijkt erop van wel. Oh mijn god, water boots. Jongens, dit is echt super handig om te hebben. Want hierdoor krijgen we dus geen falling damage, als het goed is. Oké, die gaan we sowieso dan meenemen. Zo. Nou, dat ziet er toch even helemaal perfect uit. Oké, dan kunnen we dus met water ruilen. Kunnen wij dan dus ook met lava ruilen? Daar ben ik ontzettend benieuwd naar. Oh mijn god, we kunnen een lava shield krijgen. Ja, dat gaan we ook meenemen. Gewoon puur alleen omdat ik een schild nodig heb. En als het goed is, steekt dit ook nog eens mobs in de fik als ze mij aanvallen. Dus dat is helemaal top. Oh, en we kunnen ook nog eens een lava helm krijgen. Hé, weet je wat ik gewoon ga doen? Ik heb toch bijna geen armor. Ik ga het er gewoon ook aanzetten. En we zijn ook nog eens fire resistance. Wacht, kan ik er nou gewoon in? Ik kan er gewoon in! Dit is echt helemaal geweldig. Dit komt super goed uit. Wacht, als ik nou gewoon nog een keer wat water ga proberen. Oké, dat zijn nog een keer waterboots. En ik kan er al op staan. Waterboots. Ik kan ice arrows krijgen. Wat? Oeh, daar gaan we er eens eventjes 5 van meenemen. Zo, hoppa. Het lijkt erop dat we nog eventjes moeten gaan ruilen. Maar dat komt helemaal goed uit. Want als ik namelijk ice arrows kan krijgen, het lijkt mij dus dat ik mobs kan freezen. Maar dat moeten we nog eventjes gaan uittesten. Trouwens, ik denk dat het ook handig is als we eventjes een mine gaan opzoeken. Of dat we even een god gaan opzoeken. Zodat we kunnen kijken wat we bijvoorbeeld van alle ores kunnen gaan ruilen. Want het lijkt mij dus dat wij dus best wel veel ores kunnen gaan gebruiken voor misschien wel overpowered items. Dat ga ik eens even doen. Oeh, en dit ziet er heel erg veelbelovend uit. Oh mijn god, wat is dit voor gekke grot? En het wordt ook nog eens donker. Weet je wat, ik ga gewoon de gok nemen. 3, 2, 1, go, 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 go. Oh, water, water, water.
Nee! Oh mijn god, we hebben geen fall damage. Dit is letterlijk perfect, maar ook weer niet, want ik zie allemaal mobs omheen. Oeh, we hebben daar gold ore, we hebben daar iron ore. Oké, dat komt helemaal goed uit. Dan gaan we eerst eens even kijken wat we daarmee kunnen gaan ruilen. Oké, we gaan dus allereerst kijken wat we bij deze gold oor kunnen gaan ruilen. Oh mijn god, golden apples. Ja, geef mij even heel veel golden apples. Wacht, doet dit nou precies hetzelfde? Au, oké, ik heb 11 golden apples. Helemaal prima, blijf uit mijn buurt. Ah, oh god, zombie. Au. Ga weg, nee, au. Ik wil niet dood. Ga weg. Oké, wacht even, we hebben niet voor niets golden apples gehaald. Kom. Au. Hey, vriend, pas jij eens even lekker op. Wacht, ga jij eens even in de fik anders. Kom eens hier, schiet ze mij. Haha, hier, pak aan. Oké, nou hebben we dat, hè. Dan kan ik natuurlijk ook nog van een iron ore lijkt mij gaan ruilen. Even kijken, wat geeft een iron ore mij? Ik krijg een hostile golem spawn egg. Wat is dat dan? Die nemen we gewoon mee. Het lijkt mij dan dat die voor ons gaat killen of zo. Oké, nou weten we dus wat we uit een iron ore kunnen krijgen. We weten wat we uit een golden ore. Lapis lazuli ore. Daar ben ik ook benieuwd naar. Au, au, au. Dat was niet heel erg slim, Santi. Oké, eens even kijken. Lapis lazuli, wat kan jij mij dan geven? Een enchanting table en een green shulker box? Serieus? Oh, wacht. Trouwens, ik denk dat wij ook gewoon opnieuw kunnen gaan proberen. Als ik het gewoon hier plaats en opnieuw doe. Oh mijn god, ik krijg een bolle van enchanting. Weet je wat? Ik neem er gewoon een paar van mee. Zo, hoppa, een stekkie en 16. Helemaal prima. Oké, dan weten we dus wat we van de lapis kunnen krijgen. Dat is niet heel veel speciaals. Nou, misschien behalve de bolle van enchanting. Dat weet ik niet zeker. Oeh, wacht eventjes. Wat kunnen we uit redstone krijgen? Het lijkt mij dan ook wel dat we iets speciaals daaruit kunnen krijgen, toch? Oké, redstone, wat geef jij mij? Ja, geef mij letterlijk stripped oak wood. Wat is dit? En dead brain coral. Nee, dat hebben we niet nodig. Ik ga op zoek naar diamonds. Ja. Oh, diamonds, let's go. Oké, oh mijn god. En een gigantische lavapoel. Maar dat maakt niet uit. Het gaat mij om dit sappige blauwe ding. Oké, eens even kijken. Wat kunnen we uit diamonds dan krijgen? Een magneta banner. Dat meen je niet. Serieus, moet ik ook nog eerst iron gaan smelten? Oh mijn god. Nee, creeper. Ga weg. Au. Oh mijn god, ik heb nog 2 hartjes. Snel die golden apple voordat er iemand komt. Oké, wacht even. We gaan deze gewoon weer kapot hakken. Want ik ben eigenlijk gewoon iron aan het smelten dat het niet nodig is. Kunnen we er nog meer uitkrijgen? Een blue banner. Hey, ik heb helemaal niks aan. Kom op. De diamonds kunnen wij toch wel beter iets geven? Een spider spawn egg. Heb ik helemaal niks aan. Kom op, wat kan diamonds mij nog meer geven? Een sticky piston heb ik ook niks aan. Oké, weet je wat? Ik neem gewoon de diamond mee voor de zekerheid. Dus even kijken. We kunnen dus wel blokken van iron meenemen. Weet je wat? Ik ga dat gewoon doen voor de zekerheid. Ik neem er 2 mee voor het geval dat we het nodig hebben. En deze ga ik gewoon even hakken tot een normale diamond. Ik ga even kijken of ik een normale diamond ore kan vinden in plaats van deep slate. Oh, en daar hebben we normale diamonds. Nou, dat komt helemaal goed uit. Dan hoef ik niet zo heel erg lang te zoeken. Maar wat kunnen we dan uit normale diamonds krijgen? Je gaat me niet zeggen dat ik dan hetzelfde ga krijgen, hè? Want dan word ik echt gek. Oké, eens even kijk, klik. Oeh, een diamond chestplate. Let's go. Oké, die gaan we sowieso doen. Kijk, dan doen we deze sowieso aan. En wat kan ik hieruit krijgen? Diamond boots. Oké, die doen we ook. Maar wacht, nou ben ik dus benieuwd. Hè? Want wat kunnen we nu nog meer eruit krijgen? Het lijkt mij dat we meer kunnen krijgen dan armor, denk ik. Wacht, diamond boots. Nee, ik moet alleen nog even een diamond legging hebben. En dan ben ik eigenlijk stacked. Oh mijn god, is dit een super pickaxe? Oké, deze gaat 100% met mij mee. Oké, die moeten we eventjes gaan uittesten zo. Kunnen wij leggings krijgen? Nee, weer een pickaxe. Oh ja, en we hebben diamond leggings. Let's go. Oké, dan zitten we eigenlijk gewoon helemaal perfect. En gaan we gewoon naar de Nether toe. Om lekker die blazerrokjes te verzamelen. En wat enderpearls. Let's go. En weet je wat mooi is? Ik heb die diamonds niet eens nodig. Ik heb een super pickaxe. Dus daar moet ik het sowieso al mee kunnen redden. Hey, trouwens, weet je wat? Dat zeg ik wel. Maar ik wil heel erg graag een diamond axe hebben. Waar is mijn diamond? Oh mijn god, trouwens, deze super pickaxe. Ik ben hem heel eventjes aan het testen voordat we naar de Nether gaan. Maar dit ding, dat zit gewoon hele lijnen weg te minen, joh. En we hebben amethyst gevonden. Wacht even, hier ben ik ook heel erg benieuwd naar. Oké, die pickaxe gaat best wel heel erg snel kapot. Dus daar moeten we eventjes wel zuinig mee zijn. Maar oh mijn god. Oké, eens even kijken. Wat kunnen we dan met amethyst traden? Oeh, een amethyst sword. Hey, weet je wat? Deze nemen we gewoon mee. Dit ding ziet er super episch uit. Dus deze nemen we gewoon mee. Oké, laten we maar terug gaan naar de lava pool. En dan gaan we snel door naar de Nether. Hey, trouwens, wacht eens even. Ik heb Sharpness 4 op dit zwaard. Dat had ik toch net niet? Wacht, betekent dat dan dat mijn Amethyst Sword de hele tijd enchant met mijn level? Wacht even, dat moeten we even gaan uittesten. Eens even kijken. Ik ga me gewoon helemaal volgooien met Bottle of Enchanting. Laten we zeggen tot level 10 ongeveer. Level 11 ook goed. Oh mijn god, ik heb Sharpness XI. Ik heb letterlijk Sharpness 11 erop. Het levelt dus mee met mij. Wat, ja, in principe gewoon eigenlijk best wel prima is. En het mooie is, ik word ook gewoon steeds beter in portals bouwen. Ik ben echt oprecht trots op mezelf. Als het goed is, is het nu goed. Heb ik een portal? Ik heb volgens mij een portal. Nee, hij is te klein! Oh mijn god, ik dacht oprecht dat dit zou lukken, maar het is niet gelukt. Oké, wacht even. Ik ga heel eventjes wat obsidian hakken. Oké, nu werkt het wel gelukkig. Let's go. Laten we eens eventjes een paar blaze rotjes gaan verzamelen. Oh mijn god, ik wou zeggen, hebben wij chillen spam. We zitten letterlijk naast een bastion. Please, laten we dan ook gewoon meteen een fortress hier zijn. Kunnen we hiermee traden? We kunnen hier ook mee traden, maar ik denk niet dat we heel veel dingen nodig hebben. Behalve dan dat we hier zo snel mogelijk weg moeten. Weet je wat? Laat ze komen. Hier. Ik steek jullie allemaal in de hands. Hoppa.
Hop. Nee. Nee. Au. Au. Wacht. Mijn Amethyst zwaard. Waar is mijn Amethyst zwaard? Kom hier. Oh mijn god, ze zijn nu al dood. Wacht. Ga jij eens dood? Hoe lang duurt dit? Oké, niet in één slag. Dat is jammer. Die Bastion, dat gaan we eens even vergeten. Ik wil eigenlijk een fortress zoeken. Maar dat is allemaal leuk en aardig. Maar dat Amethyst zwaard is dus helemaal niet zo sterk als dat ik dacht. Hoeveel Charmness heb ik erop? Ik heb Charmness XII erop. En we hebben een fortress. En een Wither Skeleton. Wacht, vriend. Kom jij eens eventjes hier? Die gaan we eens even slaan. Hey, haha. Au. Hier, dit ding is helemaal niet sterk. Oh, oh. Weet je wat? Nee, jij kan hier in de hands. Oké, prima. En volgens mij, als mijn oog het goed ziet, inderdaad, zit daar een blazespawn. Oh. Gelukkig heb ik fire resistance. Oh mijn god. Oké, dit is echt een geluk bij een ongeluk. Maar ik moet wel eventjes omhoog gaan. Ja, jongens, let vooral niet op mij. Ik kom gewoon even rustig wat blazepowder pakken. Oh god, wat gebeurt er? Oh, ik word beschoten. Ik word beschoten. Daar is die blazepanner. Kom eens hier. Zo, hoppa. En dan gaan we eens eventjes die blazerotjes pakken. Auw, kom hier. Dat is blazerot nummer 2. Dat is nummer 3. Nummer 4. En dit hopelijk nummer 5. Nummer 5. Nummer 6. En dan wil ik er eigenlijk nog iets van 2 hebben voor de zekerheid. Dat is nummer 7. En kom op, please, geef mij nou meteen eventjes die laatste blazegot. En dat is nummer 8. En ik ben toevallig dus ook langs een Ward Forest gelopen. Dus wij gaan eens eventjes wat Enderpearls ophalen. Kom eens hier, Enderman. Geef mij jouw parel. Heb ik een parel opgepakt? Nee, oké, dit gaat nog echt heel erg lang duren. En we zijn weer terug in de normale wereld met 16 enderpearls en natuurlijk de 9 blazegots die we hebben verzameld. Dus daar gaan we eens eventjes wat ijs van maken. En dan gaan we eens proberen de draak te verslaan. Oké, eens even kijken. Waar moeten wij heen? Oké, wij moeten die kant op. En ik zou ook met Bedrock gaan traden. Alleen dat kunnen we denk ik het beste doen bij die draak. Dus dan gaan we eerst daarheen draak proberen te verslaan. En dan zien we wel hoe ver we komen. Oh, nou lekker. Dat is al 1 oog weg. Jongens, hij is net gedraaid. Dus we zouden dichtbij moeten zijn. Please, laat me alsjeblieft niet te veel van die ogen kosten. Dat zou ik echt heel erg irritant vinden. Let's go. Oké, wacht, waar is dat oog? Is dat oog kapot? Dat oog is kapot. Ik heb er nog maar 14. Please, alsjeblieft. Wacht. Oh, gaat hij naar beneden? Oh mijn god, we hebben geluk. We hebben geluk. Alleen, waar is dat oog? Oh mijn god, dat oog is ook kapot gegaan. We moeten het echt letterlijk hierbij houden. Wacht, zo. Oké, super pickaxe. Let's go. Maar gaan we überhaupt wel goed? Au, nee, skeleton. Au. Ga weg. Dit is een fortress-stuk. Ja, wat zijn we? Dit is die bibliotheek, toch? Oh mijn god, we zijn bij die bibliotheek. Let's go. Maar ik hoor dus ook al zilvervis. Dat ga je niet menen, hè? Oh, maar ik wou zeggen, dat ga je niet menen. Nou, meen het maar lekker wel, want we hebben de portal gevonden. Het gaat de laatste tijd zo makkelijk. Beam, zilvervis, gaan jullie met me mee? Oké, dan niet. Oké, eens even kijken. Wacht, wat kunnen we met obsidian traden? Kunnen we daar nog wat mee traden? Nee. Iets belangrijks. Ik ben gewoon heel snel aan het klikken, hoor, jongens. Oké, eens even kijken. Want dan ga ik natuurlijk zo snel als mogelijk ten allereerste die draak proberen te verslaan. En ik heb natuurlijk ook een hostile iron golem. Dus die gaan we sowieso gebruiken. Maar ik ben dus benieuwd, wat krijgen we van Bedrock? Oké, Draki, laat me even met rust. Ik moet gewoon even rustig kijken wat we ten allereerste van Bedrock krijgen. Dus wat we gaan doen, even Golden Apple innemen. Zo, hoppa, dood, dat komt helemaal goed. En dan Bedrock. Een Bedrock totem. Wat doet dit dan weer in godsnaam? Bedrock totem. Totem. Ja, oké, het zijn alleen maar totems. Een toortjes wat. Nee, jungle sap is. Oké, draak. Ik ben oprecht benieuwd wat die Bedrock totem doet. Ten allereerste, Iron Golem inspannen, want die gaat mij helpen. Ten tweede, ik moet proberen daar zien te komen. En ik weet niet hoe ik dat ga doen. Trouwens, ik weet wel hoe ik dat ga doen. Iron Golem kill alle Endermen, zodat ik Enderpearls kan gebruiken. Oeh, wacht eens even. Wacht, ik heb een End Crystal. Wacht, ik ga hem gewoon al bij die draak plaatsen. Hier, kom hier, draak. Kom hier. Kom, wacht. Even kijken, hoeveel damage. Nee, hoeveel damage. Waarom kan ik jou niet plaatsen? Oké, beam. Ik ben zo dom. En ik heb geen spawn neergezet bij de stronghold. Ik ben alles kwijt. Waarom doe ik dit ook? Waarom ben ik niet slim genoeg om te denken, Santi? Een stukje naar achter, alsjeblieft. Oh, nou, jongens. Top. Ben je nou benieuwd hoe het is als je sprong elke keer verdubbeld wordt bij het springen? Dan moet je even op deze video hier klikken. Vergeet de afspraak niet te checken. En natuurlijk te abonneren voor die 200.000 abonnees. Doei, doei.